Goedemorgen. We vliegen vandaag terug naar Nederland. Het was al minder dat de boot niet meer aan het varen was toen we gingen slapen. Want toen schudde het bed niet meer zo lekker. We gaan nu de deur uit. Het ontbijt was een crêpe en nog wat fruit. Maar we moeten nu toch echt naar het vliegveld. En dan is het op naar Holland. Holland, Holland. Doei bootje. Doei. Zeg maar doei Stella. Dag. Dag. Team song van vandaag. 'Cause you make me feel like I just walked out of heaven. Na na na. Jammer, de bommer. Toedeloe. Yeah. And this is Steve J. De chaos van met 8 mensen reizen. Al mijn koffers. Oei. Laatste keer pizza in Italië. Gaan we dan hoor. Boom, de perfecte plek volgens de survival guide. Maar je moet dus opletten of de mensen om je heen ook een beetje aan het opletten zijn bij de veiligheidsinstructies en dat soort dingen. En je moet een plan maken hoe je uit het vliegtuig komt. Troubles, yeah. I've been there. Oh, oh, oh. De mieters, wat is het koud hier man. Ik heb meteen weer een jas aan gedaan. Komt er nog een hittegolf aan? Hij hoopt zo. Denkt u eraan om uit te checken bij uw aankomststation of als u overstapt naar een andere vervoerder. Op dit station kunt u overstappen op het metronetwerk van Amsterdam. Wee, wij zijn thuis. Dit is trouwens een vliegtuigoutfit die ik aan had. Mijn zilveren schoentjes uit Taipei met daaronder, weet ik veel, sokjes van de Primark of zo geloof ik. Een legging die ik in Taipei, Taiwan heb gekocht. Een shirt van de New Yorker volgens mij. En daaroverheen had ik mijn legergroene jasje aan. Het is het koud en grijs hier. Het is 21 graden of zo, maar... Ik weet niet, voor mij voelt het gewoon alsof het herfst is of zo. Ik ga nu een vlog uploaden. We hadden echt letterlijk niks in huis, dus ik heb even snel boodschap gedaan. Ja. Ik ga bijna op vakantie. Ja. En nu ga ik weer die lekkere linzensoep maken. Ik vind hem echt super, super, super lekker. Daar is hij dan, de linzensoep. In een hele grote bak. Je ziet heel vaak niet op beeld hoe groot dingen zijn. Maar moet je kijken, dit is mijn hand. Zo, dus deze bak is vrij groot. En dan heb ik daarbij nog wat Madame Jeannette gestampt. Omdat ik gewoon net van iets pittiger eten hou dan Stefan. Dus ik doe het altijd er apart bij. Wij gaan nu een super vette film kijken over het beklimmen van een berg. The Summit. Everything hurts. Every limb, every cell is screaming oxygen, oxygen, oxygen. Weet je wat zo vet is van thuis filmen? Boom! Licht! En goed licht ook nog. Wee! Daar word ik echt heel blij van. Holy schmeckers, dat was gewoon weer een documentaire over de K2. Ik dacht dat ik een film had gedownload over de Mount Everest. Het was The Summit en het is een BBC documentaire. Weet je wat ook bizar was? Een van de mensen die het meeste aan het woord is een Nederlandse bergbeklimmer. Ik dacht echt, ding ding ding, we have a sign. Ja, nou, niet echt hoor, maar ik dacht wel, joh, die man zou ik wel echt willen spreken. Het lijkt me wel heel dope.
Je kan deze documentaire niet terugvinden op YouTube. Het is een BBC documentaire. Ik heb hem zelf gedownload. Misschien heb je hem op Netflix of zo. Hij is wederom niet voor tere zielen hoor. Het is echt geen happy ending of iets dergelijks. Het is gewoon super rauw. Als je interesse hebt in bergbeklimmen zoals ik, dan zou ik hem aanraden. Mocht je een happy film of iets willen zien of een happy documentaire, dan zou ik deze niet kijken. Het is The Summit. Oeh, ik ben de vraag van vandaag natuurlijk niet vergeten. De vraag van vandaag komt van mijn homegirl Bianca. Zij vraagt, hoe vind jij het om op een georganiseerde reis te gaan? Zeker omdat je zoveel vrijheid gewend bent en alleen op pad bent. En nu met die cruise was dat natuurlijk heel anders. Het was even wennen, moet ik zeggen. Maar ja, wat ik in mijn metro-interview ook zei, ik heb wel echt leren loslaten. En op dat moment zit ik in die situatie dat ik gewoon rekening moet houden met 7 andere mensen. Soms zelfs met 40 andere mensen als ze op een tour zijn. En dan heeft het gewoon geen nut om je daartegen te verzetten. Er gebeuren dingen die je niet leuk zal vinden. Mensen hebben een ander tempo, mensen hebben andere behoeftes. Net als je op pad wil gaan, moeten er weer 5 naar de wc of zo, waardoor je weer een half uur moet wachten. It happens. En op het moment dat je je daarvan bewust bent. Ja, en nou, het komt misschien ook door mijn reis dat ik daar ook meer van bewust ben op het moment dat ik iets als vervelend ervaar of als irritant. Dat ik daar verder bij stilsta. Ik weet niet, dat ik een beetje een soort van afstand neem. En dat ik kijk naar die situatie. En dat ik gewoon denk, nee, hier kan ik echt niets gaan veranderen. Het is zo. Let it go. Let it go, zullen we dat thema zo van vandaag maken? Let it go, let it go. Ja, het komt nu iets natuurlijker, moet ik zeggen. Dus hoe vind ik het om op zo'n georganiseerde reis te gaan? Ik denk dat het niet mijn eerste keuze is, maar dat ik er zeker wel goed mee kan omgaan, zoals je hebt gezien. Op het moment dat ik in die situatie zit en dat ik andere prioriteiten heb, zoals met mijn schoonfamilie hangen. Op dat moment is wat ik aan het doen ben of wat ik zie, is mijn tweede prioriteit. Dus op die manier, deal ik ermee, om het zo maar te zeggen. Het is niet dat ik het vervelend vind of zo. Het is gewoon puur niet mijn eerste keuze als ik het in mijn eentje zou moeten doen. Maar op dat moment heb ik gewoon een andere prioriteit en denk ik, whatever. Mocht je zelf een vraag hebben die je wilde dat ik in de vlog beantwoord, stel je vraag dan hieronder. Mocht je een vraag van iemand anders zien in de comments, steek dan een duimpje omhoog bij die vraag en misschien neem ik hem dan mee in de volgende vlog. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Dan gaan we denk ik deze hele grote bende opruimen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en na het zien van deze vlog denken, yo, met jou wil ik vaker rollen. Klik dan hier om je te abonneren en dan gaan wij morgen gezellig ook op pad. En dan ga je ook mee op toekomstige reizen. Mocht je nou trouwens een andere vlog willen zien, dan kan je hierop klikken. Dit is de vorige aflevering, maar hiermee kom je ook bij de afspeellijst van oudere travelvlogs. Mocht je dat leuk vinden om te zien. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.